Met wat voor gevoel staat u hier tussen deze schilderijen? Blijdschap, maar ook wel een beetje verdrietig. Willem van Denen was een hele dierbare vriend sinds heel lang. En zijn overlijden in november, ja, is heel verdrietig. Maar hij wist dat zijn schilderijen, dat deze vijf, in ieder geval op een goede plek terecht zouden komen. En nou, die gedachte troost mij. Ja. Waarom koos hij ook voor het Mauritshuis voor deze schilderijen? Hij had een speciale passie juist voor dit museum. Dit is natuurlijk het museum bij uitstek voor de Hollandse en Vlaamse 17e-eeuwse schilderkunst, wat ook zijn grote passie was. Dit is in zekere zin een huis, het is ook gebouwd als huis. En hij vond ook dat zijn schilderijen hier echt zich thuis zouden voelen. En dat was voor hem heel belangrijk. Het is het resultaat van een jarenlange gedachtegang, een jarenlange discussie over en weer. Hij wilde graag iets voor dit museum doen. En hij vroeg mij ooit van, ja, wat vind je dat ik met mijn collectie moet doen? Nou, in de loop der jaren is het idee geboren om een selectie uit zijn collectie, die van wezenlijk belang zouden zijn voor dit museum, om die aan het Mauritshuis te schenken. En dat is dus ook gebeurd. U mocht op een gegeven moment de schilderij ook zelf uitzoeken. Ja, ik mocht zelf een keuze maken en die moest ik ook heel goed onderbouwen. Dus hij heeft me ook echt aan de tand gevoeld toen ik met mijn keuze kwam. Ja, maar waarom dan dit schilderij? Waarom? Jullie hebben toch al dit of jullie hebben toch al dat? Dus ik moest echt als een advocaat moest ik mijn keuze verdedigen. En dat was op zichzelf al een hele leuke gebeurtenis. Dit was natuurlijk niet in een rechtszaal, dit was gezellig bij de borrel. Dat we deze discussie hadden en daar bewaar ik ook goede herinneringen aan. Wat waren voor u de belangrijkste argumenten om deze schilderijen juist uit te kiezen? Elk van deze schilderijen vult een belangrijke lacune in deze collectie op. Dat was ook voor hem een eis, een must. Het moest echt iets toevoegen aan deze collectie. Het moest niet nog een beetje meer van dit of een beetje meer van dat. Nee, het moest echt een wezenlijke verbetering, een wezenlijke uitbreiding van deze collectie vormen.